Kijk eens wat daar gevochten wordt, jongen. Alleen al om die tweede plaats achter de rug van nummer 980 op van Mierlewijk uit Zomeren. Nummer 900, Mike Wellens en Nieuwegland heeft die tweede plaats in gepakt. Want dat is dan één gedacht. Want dan is het toch 958. Wie hem daar vanaf haalt? 958, Steef van Mierlewijk uit Balo. Aan de eindkoper is nummer 900, Mike Wellens heeft die gewoon absoluut geen genoegen mee. Dat zul je zo zien. Die zal jagen op die tweede plaats die hij even in handen had en die hij nu verloren heeft. Nee, 980, Rob van Mierlo uit Zomeren, de sterkste op dit moment. Afgelopen weekend met een NK en de Sprinter, nog winnaar. Nu hier, in deze standaardklasse kost. 958 op 2, 900 op 3. 958, Fred van Mierlewijk uit Baden, nummer 900. Mike Wellens in Siebergeland. Kan Mike er dichterbij komen? Kan hij dat in ieder geval gaan proberen? Ja, daar kennen we het wel voor, dat ze het wel gaan proberen. Dan heeft hij wat meer tijd om de kat uit de boom te kijken, maar langzaam zien we hem naartoe schuiven. Hij zoekt toch die tweestrijd, ook met nummer 958, Fred van Mierlewijk uit Baden. Nummer 900, Mike Wellens in Siebergeland, hij zit er nou dichtbij. Hij krijgt dan elke keer weer zijn hoofd zand te vrezen en dan zie je hem terugvallen. Hij heeft al last van. Zie je ook aan zijn handgebaren waarbij hij het wegveegt voor zijn neus. En het geeft nummer 980 de mogelijkheid om nog verder uit te lopen op van Mierlewijk Zomeren. Nou, hoe doe je dat? Hoe blijf je daar uit die zandfonteinen van nummer 958? Steek van Mierlewijk uit Bado. Dat is nummer 900. En Mike Wellens in Siebergeland is dat nu aan het bedenken. Maar hij heeft niet meer veel tijd, want direct komt de bocht al van de laatste twee rondes. Nummer 980, Rob van Mierlo uit Zomeren. Heeft het als eerste gezien omdat hij de leiding heeft. 958, lijkt er wat dichterbij te komen. Steek van Mierlewijk uit Baden, 900. Ja, dan werkt zo'n bocht om van de rode lappen van de spieren. Mike Wellens in Siebergeland die denkt, oi oi oi, ik wil toch die tweede plaats hebben. Dus hij geeft nog even wat extra gas, 952. Knopt op zijn beurt weer door die vierde plaats, ontstijgend zijn wissel. 980, één ronde nog. Voor de leider, Rob van Mierlewijk uit Zomeren. En dan zou ik willen zeggen dat die beide mannetjes plus de finale op zijn naam geschreven heeft. Dat kan hem eigenlijk niet meer ontgaan. 958, door toeter van achterblijvers komt hij nog wel wat dichterbij. Kijken of nummer 900 Mike Wellens in Siebergeland daar ook nog van kan profiteren. Dit is nummer 980, Rob van Mierlewijk uit Zomeren. Daar komt hij. En daar pakt hij die eerste plaats. Hij heeft hem binnen. Nummer 958, Fred van Mierlewijk uit Baden op de tweede plaats. Nummer 900 Mike Wellens in Siebergeland. Hij is derde. Ja, Fred van Mierlewijk heeft in de eerste maand ook een valse start op zijn naam gekregen. Dus ja, dat geeft toch allemaal een extra gebrandheid die zich dan weer uit in zo'n finale. Prachtig om te zien hoe ze op die manier het sportieve kramp proberen te halen. Die kunnen natuurlijk beter geen valse start veroorzaken, dan is het altijd nog een stuk beter.